stilte dragen we ook op aan de slachtoffers in het verleden en in het heden. En aan de mensen in Oekraïne. Hallo vloggers, superleuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog hier op mijn team. Ja, vandaag gaan we weer wat bijzonders doen. We gaan namelijk naar Groenlo. Jawel, we gaan gewoon lekker naar Groenlo. En waarom? We gaan ver terug in de tijd. Heel ver terug in de tijd. We gaan namelijk naar 1627. En ja, alhoewel ze toen nog geen dikke camera's hadden, alhoewel er toen nog geen vloggers waren, gaan we het gewoon wel lekker doen. Dus ik zeg, knal de bodempje omhoog. En let's go. We gaan gewoon naar Groenlo toe. Met Job. Let's go. Oké, we zijn in Groenlo aangekomen en ik kan je vertellen, we zijn een heel stuk afgedreven. Onze fietsen staan erachter. Ja. Of een heel stukje lopen om bij het centrum te komen. Top, geweldig. Maar goed, we reden net in Borculo en toen roken we de geur van rook ruiken al. Oftewel, we zijn er bijna. Nou, één ding is in ieder geval wel bekend. Ik ga vanavond niet met schone kleding naar huis. Het gaat waarschijnlijk echt helemaal onder de vuur zitten. Dus kijk. Dit hebben ze natuurlijk over het hele centrum heen, hè? Gewoon allemaal vuurkorven. Nou ja, als je dit ziet, dat geeft wel een beetje dat vroegere effect, hoor. Met die waslijnen zo over dat touw heen. Dat geeft wel echt een beetje die sfeer van vroeger. Nou, Prutsen, ga je even een foto maken dan? Ja. Of ja, foto maken. Staan. Even kijken, hoor. Ik had van Ellen de foto van jou. Zo, lekker sprekend. Ja? Lekker sprekend, Prutsen. Nou, samen. Het is gelukt? Nee, ik ben gewoon aan het vloggen. Voor jou nog alleen? Ja, doe maar. Volgens mij ziet het heel chant uit. De vlogcamera daar zo. Kijk, Prutsen en dit zijn dus monniken. Alleen die hebben geen kaarsje bij zich. Normaal gesproken hebben monniken altijd een kaarsje bij zich. Maar deze hebben geen kaarsje bij zich. Oké, ik loop net te zeggen dat dit onderweg van al bij mogelijk met het weer. Het regent niet. Ja, op zich, het is een beetje afwisselend. De ene keer regent het en de andere keer is het weer droog. Maar goed, we zijn dus nu op weg naar het slagveld, op de plek waar de magic happens. Nou ja, magic, waar het allemaal gebeurde vroeger. Ofwel de oorlog. En dit zijn allemaal Duitsers. Lekker, ik heb liever een snicker. Oké, we zijn aangekomen. Dit is het slagveld. We komen voor de bazen. Nou, we hebben een plekje gevonden en ik ga natuurlijk niet alles filmen met vlogcamera, want dat is gewoon niet te doen. Ik heb hier zo'n brede lens. Dus ik schakel straks even over naar de GoPro, dan kun je het net wat beter zien. Op die manier kun je het net wat beter meemaken. Kijk of er wat flinke bloedspetters gaan vallen vandaag. Lol. In de wereld op dit moment. Oorlogen zijn van alle tijden. Het is slecht voor de mensheid. Maar helaas hebben wij nu ook weer te maken. De minuut stilte dragen we ook op aan de slachtoffers in het verleden en in het heden. En aan de mensen in Oekraïne die nou belaagd worden. Tevens gebruiken wij deze minuut voor alle dierbare overleden reenactors van de afgelopen 3 jaar. Gehoord. Mooi man. We'll be right back.
heb ik. Is dit versterking aan voor? Nou, dames en heren, dat waren wat flinke kromslagen en wat flink gevecht. En het duurde uiteindelijk maar 1 uur. Maar goed, we zijn inmiddels weer de binnenstad aan het bekennen. Want we gaan zo'n pizza halen. Maar dat is nog pas om 4 uur op, dus we moeten eerst nog even langs het... We kunnen eerst nog even langs het kampement, hè Prutser? Zeker. Het kampement, dat is de teentjes van vroeger eigenlijk. Hé Prutser, we gaan daar pizza eten, geen varken. Kijk al, Jan, heel varken op spit. Nou, zo gezegd, zo gedaan. We zijn op het kampement. Lekker oude middeleeuwse tentjes hier zo. Jeetje, het valt me dus echt gewoon op. Hè. Dat overal bij die kamp of bij die tentjes waar we nu langs lopen, overal zie je gewoon vreten. Het was niet alleen oorlog voeren, maar vooral veel chapper. Oké, Job, je wilt dus even een shotje maken van een kanon die ongeveer 365 dagen per jaar staat. Nou ja, weet je, als we er toch zijn. En aan de andere kant, weet je, hè? Zo vaak komen we natuurlijk ook niet in Groenlo. Kanonnen nog en toe. Thank you. Moet je vasthouden? Ah, cool. Beetje. Ja, die is zwaar, hè? Heavy. It's normal. Very nice, thank you. Ja, inderdaad, zo zwaar is dus een geweer. Oh, even heerlijk, even ruimte. We gaan dus even lekker eten. Laat je maar bij mij nou je scheetje, man. Ik was al aan het wachten dat die reactie van jou zou komen, maar het duurde een beetje lang. Maar goed, we zijn dus even lekker aan het wachten voor een pizza restaurant. We gaan lekker even chappen zo, want we hebben echt honger. En dan vanavond nog even de fakkeltocht. Oké, heel bijzonder. We wilden dus net eventjes een pizzaatje gaan halen, want ze stonden overal stond op Facebook. Elke web stond 4 uur open. En serieus, we werden net echt gezien, we zijn 5 uur open. Oh, ik heb hoe dan? Ik snap het echt niet. Ja, ik vind het heel raar, man. Moeten we weer een uur door Groenlo in gaan lopen? Ik heb honger. Zo, Prutser, het mocht even duren, maar... Lekker chappie. Ja, je hebt een dikke vette kapsel, hè? Fritzak. Ja, het eten is weer op, de pizza is weer op. Het heeft echt lang geduurd, maar nu is het ook wel gewoon zo dat... ik heb net een pizza opgegeten en nu is het ook vol, jongen. Niet normaal. Prutser heeft hier een nieuwe filter uitgevonden. Ja, jongens, kijken. Jongen, echt waar. Hij heeft een filter uitgevonden met dan een extreme XXL fish eye effect. Goed, we zitten dus even lekker in de binnenstad van Krollen. Van Krollen. Ik kan trouwens wel wat anders even doen. Ik kan wel even een timelapse hier zetten nog. En even pinkelen, ofwel plassen. Hè, Prutser? Hè? Ik zeg even, binnenboks even. Hoor je dat? Die hoor je wel, ja. Nou, en dit vind ik dus gewoon eng, hè. Dit zou echt een ideale jumpscare zijn. Wat nou als hij ineens zo naar voren springt, jongen? Ja, en hier is het zoals altijd eigenlijk weer een dode boel. Stil aan de overkant. Ja, het is stil aan de overkant, ja. Letterlijk. Serieus, hoor dit nou ook bij 1627 dat die prullenbakken zo vol zitten? Ik weet niet hoor. Oké, Prutser, als jij alles om kan krijgen, dan win jij. En als ik alles om kan krijgen, dan win ik, ja? Ja, wat krijg ik dan? De eer. Prutser, ik kom niet eens in de buurt. Ja, 2. Ja, die wint niet hoor. Die wint niet. 2 kan krijgen. Je mag 2 keer. Gewoon 3 kansen. Ja, dag. Je hebt 3 kansen gehad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jongens, ik wil heel graag mijn midden hier ervan. Oh, dat mag. Goed, mijn beurt. Ik ga wel winnen, zeker weten. Ja, Prutser. Wat zei je? Ik had 2 kansen, hè. Nou, wie is er gewonnen? Ik denk jij. Lekker wel. En anders niks. Wist niet dat je ex ook hier was, Prutser? Nee, mijn ex is het niet. Nou, Prutser, je kan veel zeggen, maar het gaat vandaag allemaal als een speer. Het loopt vandaag allemaal als een speer. Ik zie helemaal niks, joh. Hé, Prutser?
mand. Zo, dames en heren, het is nu tijd voor het laatste onderdeeltje voor deze vlog eigenlijk. Voor de hele 1627 gebeuren. En dat is natuurlijk, het begint donker te worden, dus inderdaad, de fakkeltocht. Een beetje het rustige terrein gepakt. Wat een drukte. Ja, het was een top evenement. Maar wat ik dus wel echt miste aan het evenement was een prullenbak. Ja, die waren een beetje vol. Je kunt me niet wijsmaken dat ze in 1627 al het vuil op straat gooiden. Dus dat hadden ze voor volgend jaar. Is even een tip voor de organisatie. Voor de rest een super toffe evenementen, maar dat hadden ze voor mij wel echt even mogen verbeteren. Gewoon zorg dat er gewoon containers staan. Want die prullenbakken, jongen, die waren echt goed. Heel goed zo. Ja, zie je het staan? Ja. Hij staat daar zo. Oh, we made it. Zo. Oh. Wat doe jij dan ook in je surfboard? Ja, volgens mij wel. Wat de fuck doe jij nou weer dan? Het ging zo. Jongen, demonstreert nog even. Ja, dat had ik volgens mij, ik weet niet, net wel of net niet op beeld staan. Dat was het ritje Slag om Gollen weer. Tot over 2 jaar zou ik zeggen, want over 2 jaar dan is het weer, dan is het... 2024, dus niet 2023, maar 2024, want er zit 2 jaar tussen. Dus Groenloos, Slag om Gollen tot over 2 jaar. Ja, niet Groenloos tot over 2 jaar, dan kom je vast wel een keer, maar Slag om Gollen tot over 2 jaar waarschijnlijk. En nu nice. En anders niks. Zo, dames en heren, dat was het dan weer voor vandaag. Hopelijk heb je genoten van deze vlog. Vergeet niet dat blauw duimpje omhoog doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, hier weet je wanneer je het gedaan had. Ja, dat was het alweer. Het ging weer lekker snel. Ik zie jullie morgen weer bij een gloednieuwe vlog. En dat zeg ik zoals altijd. En ook vandaag bedankt voor het kijken. Blijf positief. En tot de volgende vlog. Morgen om 5 uur. En anders niks. Peace.